Zevenaar is de hoofdlocatie van Liemerijen en bestaat uit 9 afdelingen. De kleinschalige woonafdelingen hebben allemaal hun eigen sfeer en hebben een dakterras of een ruime tuin. Het dagelijks leven speelt zich voor een groot deel af in de gemeenschappelijke huiskamer. Bewoners genieten er van de maaltijden, doen een gezelschapsspel of drinken er een kopje koffie met medebewoners. Medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en bewoners zorgen er samen voor dat het gewone leven zoveel mogelijk doorgaat. Fietsen is sowieso wel heel leuk. En met Anton is altijd heel gezellig. Het is echt gezellig. We kletsen altijd veel. We halen herinneringen op over vroeger. Dus dat is altijd gezellig. Ik denk dat hij het wel naar zijn zin heeft. Ik neem hem ook wel eens mee naar huis. Zaterdags en zondags. Ja. Ja. En dat vindt hij natuurlijk hartstikke fijn. Ja. Dus alles kan hier eigenlijk. Dus je kan hem meenemen, je kan hem weer terugbrengen. Maakt niet uit welke tijd. Dus dat is allemaal hartstikke fijn. Het dagactiviteitencentrum bestaat uit een klusgroep, een moestuingroep, een creatieve groep en een bakgroep. De dagactiviteiten zijn bedoeld voor cliënten van de dagbehandeling en bewoners van Liemerijen. Het dagactiviteitencentrum is een dagactiviteit, hè, waar cliënten van Liemerijen komen voor een zinvolle dagbesteding en met eventueel een behandeling eraan toegevoegd. We hebben meerdere mogelijkheden. Hè. We hebben, zoals we hier staan, staan we in de klusgroep, ook een moestuingroep. We hebben een handwerkgroep waar veel sjaals en dassen worden gebreid. We hebben sieraden maken we hier. De producten worden onder meer verkocht in het bewonerscafé en op de kerstmarkt. Er worden diverse groepsactiviteiten georganiseerd. Zo is er iedere week bijvoorbeeld een mannenclub en een schilderclub. Ik ben bij Liemerijen in 2015 begonnen als vrijwilliger bij de schilderclub. En de reden waarom ik hier ben begonnen is omdat ouderen zoveel inleveren en het schilderen zoveel plezier brengt. En niet alleen bij de ouderen, maar ook bij mij. En als je dan ziet dat ze met schilderen heel secuur werken, heel geconcentreerd bezig zijn, maar ook de humor tussendoor niet vergeten, dan heb je gewoon een hele fijne middag met hun en dat is onbetaalbaar. Ook zijn er individuele activiteiten, zoals ontspannen tijdens het snoezelen of muziek maken. In Zevenaar wonen ouderen met dementie, ouderen met lichamelijke beperkingen en ouderen met een psychiatrische achtergrond. Er is ook een speciale afdeling voor ouderen met de ziekte van Parkinson. Het bijzondere is dat we proberen mee te gaan in de behoeften van de cliënt. Dat de cliënt op het ene moment van de dag zeg maar, echt wel een beetje de rust nodig heeft. Niet te veel prikkels om zijn activiteit uit te kunnen voeren. En een ander moment, dat waarin de bewoner misschien wat stiller wordt, wat initiatieflozer wordt, dat we dan juist wel een prikkel moeten geven, mogen geven. Dus, en dat je met die interactie toch wel een goede aanvulling kunt zijn op het leven van de bewoner die hier woont. Elke dag is anders. En het geeft gewoon heel veel voldoening als jij de mensen helpt in het dagelijks leven. Je maakt de mensen gewoon echt blij. Het is gewoon heel dankbaar werk. Je kan met een rotgevoel naar je werk gaan. Maar zodra jij hier binnenloopt en je hebt contact met de bewoners, dan ben je alles weer vergeten. En dan, het is gewoon een en al dankbaarheid. Liemerijen in Zevenaar. Een plek waar u zich thuis voelt.